Zo, ik kreeg via Instagram een bericht van Sam Veld, een DJ. En die vroeg of hij mijn Model X mocht lenen om even naar Paas. Dat is dus Paaspop. En dan ruil ik hem voor de i8. Nou, dat is een tijdje geleden dat ik daarin gereden heb. Er staan nog wel wat filmpjes van mij online wat ik er toen van vond. Maar ik ga nu even uitkijken met een van mijn vrienden André. Allereerst is natuurlijk die deuren, ja, daar ben ik natuurlijk wel gewend. Maar die van mij, die gaan gewoon keurig netjes zo open en naar boven. En deze, die gaan naar buiten om. Dus als je dan, zeg maar, naast een auto staat, moet je dus uitkijken dat je er niet tegenaan gaat. Dat is, die deuren die maken eigenlijk de parkeerplaats dat je er twee nodig hebt. Maar het is een i8. Hij heeft maar liefst 25 kilometer elektrisch vermogen. En verder een 3-cilinder. Die een hoop lawaai maakt. Het is vooral eigenlijk looks. Kijken wat we daar nou van vinden. Even kijken hoe elektrisch dit ding eigenlijk is. Kun je even dat ding flink opstarten? Volgens mij hoor ik die motor wel. Ja, doe maar. Hard weer. Ja, hoor maar. Ja, okay, ja, laat maar uit. Dat is dus gewoon teringherrie. Ja, oh, dat heet audio engineering, zeg maar. Ja, oh, dat is ja, audio engineering. Ja. Oké, okay, nou. Leuk. André die wordt binnenkort 50, dus die midlife crisis, ja, ja, dat gaat helemaal goed komen. Precies. Hoe vind je het, Ravi? Een beetje misselijk. Een beetje misselijk. Oké, okay, heel goed. Dat gaan we nu niet. En hoe vind jij het? Ja, op zich. Weet je, dat is net toch wel weer leuk, dat geluid. Dat, het heeft wel weer wat. Oh. Maar, dus dat elektrisch voor mij, dat vind je helemaal niks meer? Ja, nee, dat vind ik eigenlijk het beste. Maar het is wel grappig om dit geluid te horen. Ja. Oké. Okay. Ja. Grappig om het geluid te horen. Anders. Even maar kijken. Oké, okay, probeer maar. Ja, buiten klinkt het eigenlijk niet zo indrukwekkend. Dat kan hij wel. Maar ik hoor eigenlijk helemaal geen geluid. Nou, volgens mij vindt André hem wel aardig eigenlijk. Zo'n man. Middelbare leeftijd. En wat vind je ervan? Wil je hem hebben, Ravi? Ja. Ja? Liever dan de Volvo? En papa? Ja, ik vond hem ook mooi. Ja. Gewoon volgende week je 50ste en dan, of je bent nu net 50, is dat niet een leuke auto om gewoon een beetje de tweede helft van je leven mee in te richten? Nee, dan wil ik toch liever de Model S. Toch wel. Ja. Of de Model 3. De Model 3 mag ook. Ja, nou, de volgende auto wordt een 7 BMW 7 hybride. Dat is wel een heel wat praktische auto, maar hier kun je in ieder geval alle mensen mee aantrekken. Maar als elektrische auto is het helemaal niks. Ik heb hem gestart, maar hij is helemaal, met veel moeite is hij aan het elektrisch te krijgen. Maar hij ziet er wel spectaculair uit. Oké, tot zover.